De minister zegt aan de lopende band dat discriminatie niet mag. Nu heb ik bij het afgelopen commissiedebat over discriminatie aandacht gevraagd voor de discriminatie van ongevaccineerden. Ook toen zei de minister, er is hier geen sprake van discriminatie, want, zo zei ze toen, de QR-code die geldt alleen voor niet-essentiële voorzieningen, zoals bijvoorbeeld discotheken. En tot essentiële voorzieningen blijft iedereen vrij toegang houden. En even los van het feit dat dit helemaal niet het juiste criterium is om te bepalen of wel of geen sprake is van discriminatie, sprak ik toen al de vrees uit dat die lijst van plekken waar die QR-code verplicht is alleen maar zou gaan groeien. Tot mijn spijt heb ik daar gelijk in gekregen en is er nu ook al sprake van een verplichte QR-code op de werkvloer, in het onderwijs. En mijn vraag is daarom, mag ik ervan uitgaan dat de minister, gelet op haar woorden bij dat commissiedebat, nu wel tegen dit beleid in zal gaan? Of ziet zij soms ook de werkvloer en het onderwijs niet als essentiële voorzieningen? De minister. Nou, voorzitter, om te beginnen is er geen verplichte QR-code in het onderwijs en op de werkvloer. Maar laat ik er toch dit over zeggen, want ik vind het wel een belangrijk onderwerp. Juist de grondwet die verplicht ons ertoe om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. We hebben hier te maken met een hele uitzonderlijke situatie, met een pandemie die we nog nooit eerder op deze manier hebben meegemaakt. En dat is ook een grondrecht. Mensen in Nederland moeten weten dat we er alles aan doen om de volksgezondheid te beschermen. En daarbij is helemaal geen sprake van uitsluiting of van discriminatie. Ik weet dat Forum dat altijd zegt, maar het zou hem denk ik ook sieren om te respecteren dat de grondwet meer is dan wat hij nu schetst. Dat daar meerdere grondrechten in staan, dat je daar een weging in moet maken. En dat is wat wij doen. En dat hebben we ook in deze pandemie heel zorgvuldig gedaan. Er zijn ook heel veel kamerdebatten hier geweest over de tijdelijke wetmaatregelen. Over allerlei in de praktijk ingrijpende maatregelen voor mensen. Zeker, die zijn ingrijpend. Maar daar ligt wel een zorgvuldige afweging onder. En die wordt ook hier in dit huis gemaakt. Meneer Van Meijeren. Nou, ten eerste wordt er nu openlijk gesproken over de verplichting van een QR-code in het onderwijs en op de werkvloer. En bij een begrotingsbehandeling kijken we vooruit. En dit zit eraan te komen, dus mag de minister hier ook op vooruit lopen. Maar dan nog, als zij beweert, dit is allemaal in het belang van de volksgezondheid en daarvoor noodzakelijk, dan komen we weer in die eeuwigdurende leugen dat dit beleid ook maar iets met volksgezondheid te maken zou hebben. Want als dit beleid nou noodzakelijk zou zijn voor de volksgezondheid, dan zou de zorgcapaciteit de afgelopen anderhalf jaar wel zijn opgeschaald. Dan zouden gevaccineerden die positief getest zijn ook geen toegang hebben tot het sociaal-maatschappelijk leven. En ongevaccineerden die kunnen aantonen, bewijzen dat zij immuun zijn door middel van bijvoorbeeld een antilichamentest, zouden dan wel toegang hebben. Dan zouden medicijnen die effectief zijn niet verboden worden. Dan zouden wel worden ingezet op preventie door bijvoorbeeld de BTW op groenten en fruit te verlagen. Dus hoe kan de minister nou blijven volhouden dat zo'n verplichte QR-code, die wel degelijk leidt tot stigmatisering, uitsluiting en discriminatie van gevaccineerden, noodzakelijk is voor de volksgezondheid? De minister. Ja, ik aarzel een beetje hoe ik hier nou op moet reageren. Want het begint met een stelling ja, die ik gewoon zou willen scharen onder het kopje nepnieuws. Ik wil twee dingen erover zeggen. Ten eerste de toetsing aan de grondwet. De constitutionele afweging die je te maken hebt, die hebben wij steeds gemaakt. En niet alleen het kabinet, die heeft het parlement ook heel uitvoerig hier met het kabinet besproken. Dus dat doen we niet lichtzinnig. Want niemand wil dat mensen worden uitgesloten. Integendeel, we proberen juist iedereen daarin mee te nemen. Maar je moet wel een afweging maken van hoe ver kun je gaan om mensen vrijheden te geven ten koste van de vrijheid of de gezondheid van een andere groep gaat. Dat is de afweging die we steeds met elkaar moeten maken. En het tweede wat ik zou willen zeggen is, als de heer Van Meijeren die grondwet en de non-discriminatie zo ontzettend belangrijk vindt, nou, dan zou ik willen dat zijn partij en misschien hij zelf ook eens wat serieuzer kijkt naar die andere aspecten van de grondwet. Want ik hoor hem dus hier wel fake news verspreiden over de pandemie. Maar ik hoor hem nooit serieus meediscussiëren als we het hebben over onze grondwet en hoe we aan onze grondwet moeten werken. Er is nog nooit een voorstel gekomen.
Dus voorzitter, nou, laat ik het hier maar bij laten. Ik wilde... Meneer... Zal ik voorzitter, meneer Bosma, of doet u het liever zelf? Ja, dat mag. Dan doet u dat dan, als u daar geluid bij wil maken, even in de wandelgang. Meneer Van Meijeren, u wilt nog een interruptie, dat is duidelijk, maar het debat over corona zal waarschijnlijk volgende week weer plaatsvinden. Dus probeert u het niet al te veel ook een coronadebat te maken. Ja? Gaat u gang. Voorzitter, het gaat nu over discriminatie en de eerst verantwoordelijke bewindspersoon daarvoor is de minister van Binnenlandse Zaken. Dus ik ben blij dat ik naast al die coronadebatten eindelijk een keer de minister van Binnenlandse Zaken die hiervoor verantwoordelijk is, kan bevragen. En de heer Bosma is niet de enige die zich ergert aan deze beantwoording tussen aanhalingstekens van de minister. Want zij beschuldigt mij van het verspreiden van nepnieuws. Ze zei, mijn eerste stelling is nepnieuws. Mijn eerste stelling was dat er gesproken wordt openlijk over een verplichte QR-code in het onderwijs en op de werkvloer. Begrijp ik nou goed dat de minister dit nepnieuws vindt of vindt zij iets anders dat ik heb gezegd nepnieuws? Daar graag een reactie op en daarna ga ik verder op mijn verdere betoog. De minister. Nee, dat ging over het feit dat u corona als ziekte ontkent en daar allerlei gevolgtrekkingen aan gaf. U begon met te zeggen dat uw QR-codes werden gevraagd in het onderwijs en op de werkvloer. Dat is niet het geval. Daar kan over gesproken worden. Dat vind ik, dat is heel wat anders. Maar dat is nu niet het geval. We moeten altijd kijken naar welke maatregelen noodzakelijk zijn. En daar moet ook altijd getoetst worden aan grondrechten. Grondrechten die soms met elkaar in conflict zijn. Vandaar dat je een afweging moet maken. Meneer Van Meijeren. Ik heb niet gezegd dat er op dit moment in het onderwijs een QR-code verplicht is. Ik heb juist gezegd er is sprake van. Kortom, er wordt over gesproken. Dan wijs ik er verder graag op dat dit op een aantal plekken al wel degelijk het geval is. Bijvoorbeeld mensen die de beroepsopleiding tot advocaat volgen, die kunnen dat op dit moment niet meer doen zonder QR-code, omdat die cursussen in horecagelegenheden worden gehouden. Daarnaast liegt de minister keihard dat ik ontken dat corona een ziekte is. Nee. Wij constateren alleen aan de hand van de wetenschap die de minister kennelijk ontkent dat corona een verkoudheidsvirus is met een infection fatality rate van ongeveer evenveel als de griep en dat daarom al die maatregelen buitenproportioneel zijn. Dan heeft ze nog beschuldigd dat wij wel discrimineren. Ze haalt van alles bij. Wij beoordelen iedereen op basis van persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen en zijn nooit op enig moment discriminerend. Maar ik zou nog één keer willen vragen waarom de minister nu vindt dat die QR-code noodzakelijk is in het belang van de volksgezondheid. Dus hoe kan het dat we voor het eerst sinds mensenheugenis in één keer een QR-code nodig hebben om een virus te kunnen bestrijden? De minister. Ja, voorzitter, ik heb ook niet de neiging om hier de coronadebatten over te doen. Ik heb ook niet de neiging, want ik geloof dat Hugo de Jonge vandaag ook vrij veel tijd heeft besteed aan dit onderwerp. En inderdaad, er komt nog een debat over. Maar wat ik wel wil zeggen is dat bij maatregelen die worden genomen in een uitzonderlijke tijd, met een uitzonderlijke pandemie, met een virus dat we tot voor anderhalf jaar geleden niet eens kenden, dat daar inderdaad hele bijzondere maatregelen zijn geweest. Dat er ook vrijheidsbeperkende maatregelen zijn geweest voor ons allemaal. Voor alle Nederlanders, voor heel veel Europeanen, voor heel veel mensen in de wereld. Dat doe je liever niet. De vrijheid van mensen is een heel groot goed. De QR-code, de coronatoegangsbewijzen, die zijn voor iedereen, hè? Voor iedereen toegankelijk. Mensen die ervoor kiezen om zich te laten vaccineren en ook mensen die ervoor kiezen om dat niet te doen. Dus daar is goed over nagedacht. Het is juist om te zorgen dat mensen de keus hebben. Voorzitter, verder denk ik dat wij het op heel veel punten gewoon niet eens zullen worden. Ik ben wel blij om te horen dat de heer Van Meijeren zegt dat hij zelf eraan hecht dat er niet gediscrimineerd wordt. En dan zijn we het op dat punt dan in ieder geval helemaal eens. U wilt nog verder? Ik wijs u erop dat u 4 interrupties al achter u heeft. Dat bent u zich van bewust. En u heeft er 6. Maar prima, het is aan u. Helaas is het nodig om zoveel interrupties te gebruiken omdat de minister vragen blijft ontwijken. Zo is er nog steeds niet ingegaan op mijn zeer concrete vraag waarom die QR-code nu noodzakelijk zou zijn in het belang van de volksgezondheid. Maar dat bevestigt alleen maar mijn standpunt en dat wat steeds meer Nederlanders zien, dat dit beleid helemaal niets te maken heeft met corona en niet opgericht is om corona eronder te krijgen, maar om de bevolking eronder te krijgen door de uitrol van een totalitaire controlestaat. Dat is misdadig, dat is crimineel en Forum voor Democratie zal er net zo lang voor blijven strijden totdat dit wanbeleid stopt en de verantwoordelijken, als het aan mij ligt,
veroordeeld worden tot gevangenisstraffen. Dank u wel. Nou, sorry, mijn voorzitter, dit is zoveel onzin dat ik niet op kan reageren.